Nee, je weet misschien. We hebben het gedaan. Ik denk even, hij is afgeleid, dus misschien... Yes, dit is het dan. De Zena collectie van dit jaar. Het is iets meer dan ik eigenlijk had verwacht, maar goed. Veel mooie dingen. Of veel dingen om eentje, want ik voor de eerste keer voor mij naar Zena. Ik wil het allemaal een beetje uitproberen. Dat op het begin met de pijlen. Ik heb de Zena Rochetta pijlen. Die waren mooi in de aanbieding. Daar heb ik twee keer de Beam Rockets. En de Hindi Roll. Volgens mij. Ja, Hindi. Mooie producten. Die matten. Eigenlijk voor het eerst dat ik een langere mat heb. Wel blij mee. Ik heb een van de Leopards. De paarse waaier. Meegenomen. Ja, dat lijkt me wel mooi. Er was nog een aanbieding hier van de herfstvakantie. Twee knalcakejes. Volgens mij 16 shots. Dat is een mooi voor 6 uur altijd eentje. Vind ik wel een mooie traditie. Salutpotje om 6 uur te doen. Ik heb natuurlijk een hele hoop Tunnekings gehaald. Deze die ook. Dus 4 keer de Red Blasters. 100 in een pak. En 3 keer de Red Blasters. Drie keer 40 in een pak. Ik heb 4 keer de 450 shots 0,2 inch cracker, celebration cracker ofzo. 1 keer de 240. Ik heb van deze potjes allemaal acties. Dus, 1 plus 1 voor die 7 shots, ook voor die Worst Nightmare 1 plus 1 en die Fusion plus de Core, dat is ook een deal. Allemaal deals voor de herfstvakantie. Ze had het goed druk daar tijdens herfstvakantie. Ik heb zelf ook geweest namelijk. Kijk, hier in het midden heb ik een Roman Engelsman. Oh. 0,8 inch Roman Candle. Een soort Romeinse kaars met volgens mij effecten, dat is in ieder geval wat ik hoop dat die doet. Bovenaan de Megatrask. Dus ik, het is er een. Het is een mooi afgewerkte knallers, hard. Niet, de wondje zit goed vast, ziet er mooi uit. Hoe zit erin? Halve rampstuk. Ja. Dat is beter dan wat we in Nederland kunnen krijgen. Mag je niet meer een fucking rotje hebben. Ja. Het rookspullen. Ik heb die Big Smoke Balls. Ik heb 6 keer de Black Smoke. Zena zelf. En de Harder, Better, Faster Smoke Bangers. Dat zijn ze. Verschillende kleurtjes en een krepje te zien. Ik zal er in zitten. 1,67 gram. Ik weet niet of dat van knal is. Zet het op. Nee. In ieder geval zijn geen harde knallers, maar het is wel leuk. Rook en knal samen. Best wel uniek. Ik heb daar onder liggen, even kijken hoe enorm is dit. De Green Whistle Bangers, 0,16. Ja, zijn er nog een beetje standaard nitraten. Er zit 2,7 gram in. Iets voor de pre-runner volgens mij, en dan 2,5 gram van al denk ik. Dat zijn nog een goede nitraten. Hieronder de Mega Core Star. Kun je ook mooi zien. 1,5 gram knal. Rubro. Ja. Daarnaast iets wat ik zelf ontzettend leuk vind, zijn die knettertonnetjes. Ik heb 2 keer 4 gehaald. Ze zijn wel een stuk kleiner dan vorige die ik had. Ik weet niet of dat van vorig jaar is of
die hier nog wel lang hebben gelegen, maar ze duren ontzettend lang en ja, ik vind het best wel leuk om dat zo gewoon in de straat neer te zetten. En dan echo dat mooi door voor in ieder geval die vorige meer dan een minuut. Ik heb wat snelrond gehaald, orange juice. Ik heb natuurlijk babypeltjes gehaald, daar mag het allemaal nog. De 3 keer crackling en 3 keer whistle. Dat is ook een deal. Dat, ik koop ze per 1 whistle en 1 crackle samen. Ik heb ook nog 2 keer de Asian Thunders. Ook nog als Tunnel King natuurlijk. Kijk, 3 keer Pirate 2, dat zijn gewoon mooie strijkers. En dan 2 keer Super Gatillos XL, 10 per pakje. Dat zijn ja, Spaanse vlinders en daaronder nog een keer Gatitos. Ja. Dat zijn de grootste vlinders die ze nu nog daar hebben. Die echt grote die ik eigenlijk wou, die waren allemaal uitverkocht. Dus dat is wel een beetje jammer, maar goed. Het zal allemaal wel knallen. Ik, 5 keer de F2 Dumbum was ook voor zo'n aanbieding. Dan kreeg je korting. En, ja, het zijn hele kleine kutdingetjes, maar ze knallen prima hoor, in vergelijking met de grote. Ze zijn ook niet duur. Ik zie nog mini black petard. Dus, eigenlijk net als die Dumbum F2, maar die is eigenlijk nog kleiner. Kost ook maar een euro voor een pakje, dus dat kon ik niet laten liggen. Kun je 10 keer de... Ja, ik ga het echt niet uitspreken. Nou ja, dat mooie naampje. Het zijn gewoon eigenlijk ladycrackers, ietsje langer. Kijk, de dozen zijn ontzettend slecht. Ik heb ze allemaal weer vast geniet aan de zijkant. Ja, het is allemaal bijna allemaal open gegaan tijdens het vervoer. Maar goed, dat hoort dan weer bij de prijs, want het kost geen reet. 2 keer gewoon standaard Romeinse kaarsen. Lang niet gehad. Allemaal weer leuk. Al die tijd. En dat is het volgens mij wel een beetje. Nog even snel tussendoor, deze was ik vergeten. Het zijn de xenonitraten. Het zijn eigenlijk de hardste die je kan krijgen. Nou ja, er zit 4 gram in per nitraat. Dat is het maximale wat nu nog mag in België volgens de P1 regeling. Ze zijn officieel vogelverschrikkers. Dit zijn ze. Mooi lang rond. Ik denk dat er geen pieburn is. Jawel, ik denk wel met pieburn. Nou, is hartstikke mooi. Ik ben benieuwd hoe hard ze gaan. Het zijn de hardste van België, zegt hij. Nee, dat zei hij niet. De hardste die ze hebben. Maar ik ga het zien bij de aankomende stookvideo, waarin ik eens ga testen. Dit was hem dan weer, dus collectie van Zena van dit jaar. We gaan dit vuurwerk natuurlijk nog zien in alle aankomende stookvideo's en oud en nieuw compilatie. Helaas, de compilatie van vorig jaar ben ik kwijt, maar goed, het is toch helemaal kat heen dat het is niet een groot gemis. Vonden jullie nou leuk weer dit vuur allemaal gezien? Zou ik natuurlijk even abonneren. Laat even een duimpje achter. Dan zie ik jullie bij de volgende.